Maandag 30 juni was de Alkmaarse Grote Kerk weer het toneel van het jaarlijkse gala van Ondernemend Alkmaar. Uiteraard waren de uitreikingen van de te winnen ondernemersprijzen een belangrijk onderdeel van het programma. Ieder jaar wordt het gala opgebouwd rond een thema en dit jaar was het thema de sferen van Alkmaar. De door Club Kaas in het leven geroepen Cornelis Drebbel Award was de eerste prijs die na het muzikale intermezzo werd uitgereikt. Eerste beeldje te mogen uitreiken, een Cornelis Drebbel Award. Het is een initiatief van Club Kaas. Dankjewel dat ik het weer mag uitreiken en dankjewel dat ik hem op deze fantastische galaavond van de ondernemers mag uitreiken. We hebben drie ondernemers, jullie hebben de namen al gehoord. Nico Berger van de Telefooncentrale, Daan Reinders van Instant Magazine en Christian Bosman van de Jongens van Beheer. Er waren er twee, die waren nek aan nek. Om 11 uur spannen het erom, een paar stemmen verschil. En uiteindelijk tegen 12 begon er een beetje een paar stemmen verschil, meer stemmen verschil te komen. En uiteindelijk kwam er een winnaar om 12 uur. Maar ik ben heel nieuwsgierig, wie van jullie heeft er ook gestemd via Facebook of getweet? Ik wil even een hand zien. Ah, dat zijn er heel veel, heel veel. En er is maar één winnaar en dat is Nico Berger. Ongelooflijk trots. 2 jaar strijd geweest om het concept wat we hebben tot uitrol te kunnen brengen. Ongelooflijk leuk om op het podium te staan met twee van zulke kanjers. Want wij zijn dan, mogen dan uitverkoren zijn, maar ik mag zeggen dat ik de afgelopen 3-4 dagen als bijzonder leuk, spannend, enerverend heb ervaren. En ik heb er nooit zo vaak op internet gezeten als de afgelopen paar dagen. Dank u wel.